Beetje spuug erin. Prinses Alexia krijgt van mij natuurlijk 5 reten. De vraag is, kun je dat nog wel zeggen? Bam, 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 bam. Lekker man. De kont van Alexia. Wat vind je ervan? Daar heb ik echt geen mening over. Als ik in dumpertermen praat, dan is het natuurlijk 5 reten. Heb je daar geen mening over? Of is dit je diplomatieke... Je hebt een pak aan ook, met krijtjes en zo. Is dit je diplomatieke antwoord geweest? Nee, ik heb daar echt geen mening over. Heb je recent een foto? Oh, lekker man. Dat is toch prima? Ja. Dit is toch trots om te zijn als Nederlander, als dit zo rondloopt. Is toch alsof goed. Wij hier melk in de kraan hebben. Ja, wij hebben het gewoon goed voor elkaar hier. Dus prinses Alexia, die heeft een kont. Maar mag je daar nog wat over zeggen, als oude man? Nou, ook als jonge man. Mag gewoon. Ja, ik vind van wel, als je het maar binnen de perken blijft. Ja. Maar ze is mooi. Ja. Ze moet fotomodel worden. Ja. Vind ik. En dat mag ook gezegd worden dus? Ja, waarom niet? Johan Derksen die zei over de billen van Alexia, dat is een mooie bilpartij. Ja. Kan dat eigenlijk nog wel? Aan de ene kant natuurlijk niet, maar ik snap wel dat mannen er naar kijken. Kijk, hij zegt dat op een hele speelse manier. En hij zegt ook, eerlijk, ze is een sexy prinses. Ja. Ik vind haar ook een sexy prinses. Wat Johan Derksen zei, dat mag. Ja. In mijn optiek, want kijk, we worden steeds... Preutser. Is er nou nog een verschil? Kijk, Johan Derksen is 73, bijna dood. Maar stel dat hij nou 50 was geweest en knap. Zeg maar Leonardo DiCaprio. Mag die dat wel zeggen? Nee. Hoezo hoort daar een verschil tussen te zitten? Nee, het maakt niet uit. Nee, vind ik niet. Okay. Nou, dat is ook weer opgehelderd dan. Ik dacht namelijk dat ik als knappe jonge man me meer vrijheid kon permitteren. Maar is helemaal niet zo. Nee, dat denk ik niet. Maar jij vindt jezelf knap dus. Nou... Kan het nog wat Johan Derksen zei? Ja, hij is wel een beetje oud. Niet echt slim van hem, toch? Nee. Maar wij zijn nog jong, dus wij kunnen het wel... Jij bent ook jong? Ik werd net al lelijk genoemd. Dat geen één jongen dat hoeft te zeggen over iemand. Überhaupt niet? Nee. En waarom niet? Ik vind het onbeschoft. Vooral als je elkaar niet kent. Ik ben 35. Vind je dat dan oud? Voor Alexia leeftijd misschien wel een beetje oud, toch? Of niet? Ja. En denkt u dan zelf, hè, u zegt ik ben 77, wat bij Prins Harry wel eens van, nou, mooie vent. Nou, ik vind hem wel een knappe vent met zijn baardje, ja. Kun je tegenwoordig iemand gewoon nog een complimentje geven? Of word je dan gelijk met je rug op je handen op je rug afgevoerd? Een complimentje geven, dat kan natuurlijk wel. Maar dat ligt er een beetje aan wat voor opzicht het brengt natuurlijk. Je moet respectvol blijven. Ja. 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 Dus mevrouw... Wat heeft u een goed gevormde bilpartij? Ja, ik vind het glad ijs. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. Dikke billen. 5 reten. Vet, dankjewel. Lekker. Hey, lekker. Ja, houd in. Houd voor je. Ja. Denk het. Ja, dat maar mag. Zeg het niet. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel. Veel succes. Hard aan het werk. Wat doe je? Ik heb vanmorgen een uitvaart gehad. Vandaar. Gecondoleerd, gozer. Ja, hey. Nou ja, ik val stil. Fijne dag. Hoi. Bam, 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 bam. Lekker man.